Bij de een is het, ja, ligt het echt tussen zijn oren. Dus na een half uur zegt hij, eigenlijk ben ik helemaal geen homo. En dan loopt hij heel vrolijk de deur uit. Bij de andere zit het wat dieper. Dan gaat het om gevoelens. Soms gaat het zelfs om relaties. En dan is het natuurlijk niet alleen maar een kwestie van gesprek voeren. En dan is het afgelopen. Het is een langdurig proces die iemand, een proces die iemand hier volgt. Oh. Nou, ik ken dat niet. Maar goed, dan vraag ik me af waarom ik er dan nog wel last van heb. En heel veel anderen met mij, als we het over een last hebben. Ik denk juist dat het iets heel moois is en dat het alleen maar de diversiteit van ons als mensen gewoon weergeeft. Maar ja, daar geloof ik helemaal niks van. Na een half uur met de imam praten. Ik heb zoveel mensen gesproken, waaronder ook imams. En nee, het zit er nog steeds in. Dus nee, dat kan je bij mij niet verkopen. Ik ga voor het eerst überhaupt in de buurt komen van de Gay Pride. Ik durfde vroeger nooit. Ik was heel bang dat als mensen me dan in die buurt zouden zien, dat ze dan zouden denken dat ik ook homo was. En ik vond het gewoon heel ongemakkelijk om mensen te zien die zo open en vrij leefden, terwijl ik dat zelf niet durfde, zeg maar. Ongemak, een understatement voor de houding van veel moslims ten opzichte van homoseksualiteit. Voor jonge moslims is het een ingewikkelde kwestie. Ook binnen de islam is er veel discussie over. Ik probeer wel iemand duidelijk aan te geven dat het vanuit een islamitisch perspectief, als daad, dat dat een zonde is. En daarom leg ik altijd nadruk op het woord zonde, want het is een zonde zoals alle overige andere zondes. And unfortunately, yes, for many Muslims today, it's very hard to speak about sexual diversity because they have so many problems. But it's gonna pass, it's a transition. Wie luistert naar een preek van imam Karat krijgt een heel ander beeld van de acceptatie van homo's binnen de islam dan wie luistert naar de Franse imam Zahed. De een vindt het een zonde, de ander is zelf homo. Op de grachten waar morgen de Canal Parade vaart spreken we twee moslims die zelf hebben geworsteld met de vraag: hoe valt homoseksualiteit te rijmen met mijn geloof? Ik moet zeggen, in mijn familie was het niet, het werd niet besproken of zo. Het was niet een onderwerp van, oh, het mag wel of het mag niet. Maar stilzwijgend, zonder dat je daar iets over zegt, merkte ik wel een beetje op van, oké, er is niet, althans zo ervaarde ik dat, er is geen ruimte voor mij om hier iets over te zeggen tegenover mijn ouders. Ik heb het niet echt verteld, zeg maar, in de zin van, ik heb het woord niet gebruikt. Waarom moet je daarom lachen? Ja, omdat het gewoon raar is. Ik heb er heel omslachtig over. Ik heb gewoon gezegd, jullie weten wat het is. Deze religion boat vaart morgen met verschillende religieuze leiders door Amsterdam. Een rabbijn, een predikant en imam Zahed. Zijn boodschap, homo's zijn welkom binnen de islam. We are living in Europe, 21st century, so you are more than free to talk about your own sexuality, your own ecological concerns, your own political concerns. We live in a free country and that's also part of our religious freedom. Zegt u, mensen moeten ervoor uitkomen en erover praten? Nou, kijk, niet ervoor uitkomen, dat is natuurlijk een ander verhaal, maar je moet het voor jezelf houden. Het is jouw persoonlijke opvatting, het is jouw persoonlijke keuze. Ik denk eerder dat het een zonde is dat als ik mezelf zou verbergen en ik ga een relatie aan met een man, dat ik dus mezelf in een cirkel van leugens en hypocrisie en misleiding, manipulatie bevind. En dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Ja, wij spreken vandaag ook Dunne Viel, zij is lesbisch en zij zegt, ik word eigenlijk door mijn geloof gedwongen om te liegen over mijn seksualiteit. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ik weet niet waarom ze dat heeft gebaseerd, maar dat is niet de... Ja, omdat het voor haar gevoel niet de bedoeling was om er openlijk voor uit te komen dat ze homoseksueel was. Nou, maar je hoeft daar ook niet voor te liegen. Ik bedoel, het is jouw eigen persoonlijke keuze en daar mag jij jezelf een eigen invulling aan geven. Maar je hoeft niet anderen aan te sporen of te stimuleren of te overtuigen om het ook te accepteren. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik vind dat een van de domste dingen die ik ooit heb gehoord. Omdat als je weet wat het is om homo te zijn, om geboren te zijn als homo en vervolgens in een islamitische of Marokkaanse gemeenschap op te groeien, dan weet je wel beter. Niemand zou hier ooit voor kiezen. Als ik een keuze had gehad in mijn jeugd, dan had ik een hele andere keuze gemaakt. Nu misschien niet, op slechte dagen. Als ik een pilletje zou krijgen van iemand waarmee ik dat zou kunnen genezen,
had ik dat heel vaak in mijn leven gedaan. And thanks to the freedom that we have in Europe also, we are progressing very fast. I know it's not fast enough, and know there's a lot of violence and so on, but we have to be patient, and we have to be in full solidarity with Muslims who are fighting for freedom and self-determination. De strijd van imam Zahed, jongeren die uit de kast komen, de islam is in beweging. Maar het is niet alleen een kwestie van geloof, zegt Deunefiel. Er zijn twee Turkse voorbeelden, hier gewoon in Nederland. Een meisje uit een seculier gezin. Ouders houden zich helemaal niet met geloof bezig. Nou, toen ze dus ontdekte dat ze lesbisch was, hebben ze haar met een vuilniszak op straat gezet. Maar ik ken ook een gezin of een jongen die dus aan zijn moeder vertelt dat hij homo is. En zijn gezin, familie is praktiserend. Conservatief praktiserend. En weet je wat zijn moeder zei? Zijn moeder zei weer van, oké, het is iets tussen jou en God. Ik hou van je, je bent mijn zoon en dat blijf je ook gewoon. Maar ze zei van, als je met een vriend thuis komt, kom dan met een Turks jongen. Want dan kan ik met hem praten. Dus ja, of we nou alleen maar het kunnen gooien op de islam heeft een hekel aan homo's. Nee, absoluut niet.